Heeft Memphis op een potje geplast? Papa houdt je weer voor de gek. Ja, nee, ik zit al net zo pot. Ik moet jou wat vertellen. Vertel. Oké, go, lesjo. Maar ik hoop niet dat je dit op YouTube kijkt. Ik ben zo blij. Oh, goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik was eigenlijk niet van plan te vloggen, maar ik moest dit gewoon even delen. We waren zo lang bezig met... Heb je voor je potje plassen? Helpen. Heb je op het potje geplast? Wow. Heeft Memphis op het potje geplast? Wow. Ga maar vertellen. Laat maar zien. Laat hem niet erin vallen, hè, mijn camera. In de plas. Memphis heeft op het potje geplast. Memphis heeft op het potje geplast. Kijk eens hier. Yay! De eerste keer. Wat goed! Ik ben zo blij! Op het potje. En nu eindelijk gaat hij op het potje. Ik was echt bang dat wanneer hij 4 was, dat hij nog steeds niet op het potje zou gaan. Maar hij is gegaan. En wij gaan morgen naar Center Parks. En dan wilde ik eigenlijk vloggen, maar dat geeft niet. Begin ik vandaag gewoon de vlog. Hey! Hallo. Ik moet jou wat vertellen. Nou, vertel. Memphis die heeft op het potje geplast. Nee joh, dat kan niet. Je neemt in de zij. Nee echt, hij heeft op het potje geplast. Hé, ik kan het uit worden. Ja. Ik kan leren. Nou, leuk man, leuk. Geen plas op mijn behang. Abba, Memphis. Wat zeg je? Wacht op papa, ik wil wachten op papa. Aquamundo. Nu gaan we naar Aquamundo inderdaad. Een hele goede morgen. Wij zijn op het Center Parks. Yay. We waren gisteren al aangekomen, maar gisteren was zo'n chaotische dag. We moesten nog eten en alles. We waren helemaal vergeten. Hè, Mem? Ja, ik heb toen ik onder water ging in de waterbaan, toen werd ik meegenomen door de stroming, maar ik dacht, hij was wel afgelopen. Maar toen dacht ik, dit is vast en zeker een uitweg. Toen ging ik zo weer naar beneden. Papa, doe auto, papa auto. Ik heb papa auto. Oh, had hij hem nog verplaatst? Ja, papa auto. Oh. Hey Nick, had jij je auto hier gezet? Ja. Wanneer dan? Vanmorgen. Oh, toen je broodjes ging halen. Ja, kom eraan. Een tennisballetje erin. Ja, heb ik erin gedaan. Wacht dan. Wat dan? Ik wil mijn vis doen. Nee, dat mag nog niet. Je bent nog te klein. Ga maar lopen. Oké, go, lesjo. Nee, papa moet nog. Oh, waar is dat gat eigenlijk waar die in moet? Jezus. Oké, we zijn dus nu aan het midget golfen. Ik ben wel echt goed bezig, vind ik zelf. Ik had toen net een 6 keer en in 4 keer. Maar ik moet zeggen, het parcours is ook best wel moeilijk. Ja, goed zo! Zo, ik ben nu op zoek naar eten, want ik heb echt megatjes honger. Oh, mijn band zit ook echt voor geen meter eigenlijk. En, kunnen we daar eten? Oh nee, ik heb even gekeken of we fijn is toch. Oh. Geslaagde dag, maar ik ben echt super kapot. Ik ga nu even die jongens douchen, want ze zijn een beetje vies en ze hebben net gedanst en alles op een vieze grond. Zet je ook een bad voor? Ja. Ga je lekker in bad? Ja. Even kijken, waar is jouw... Kijken. Ik ga ze even in bad doen. Oh, maakt niet uit hè. Kom maar. Ja, nee, ik zit al net zo pak. Jullie zien er goed uit. Kijk eens naar mama. Ja, lekker een bad, hè, jongens. Nou, je ziet het. Koud?
Vingertoppen? Bolen. Oh. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Wij zijn net wakker, dus wij gaan zo lekker even eten en douchen en aankleden enzovoort. Ik heb tot 9:30 geslapen of zo, toch? Ik was echt kapot. Jij wel. Ik was echt kapot. Moe. Lui, mames. Hey, back you. Ochtendreisje. Ik hoop niet dat je dit op YouTube zegt. Dat deden ze in de 70s. Ja, maar wij zitten niet in de 70s. Met al die bomen. Het wordt niet steeds gekker, dat hoort erbij. Ochtenddans. Dat vind ik leuk, Nico. Jij dan? Dans met me mee, doen we het samen. Waarom niet? Nee, ik weet het wel. Heb je er al wat uitgehaald? Ja, woorden. Nee, dat je denkt, daar kan ik wat mee. Nee, ik ben net begonnen. Oh. Moe? Kom, Memphis. Memphis. €1 moet eruit. Nee, zoek even goed. Ja, doe even goed zoeken, hè. Er zit geen euro in. Lul. Ik ga het hem zeggen. Er zit geen euro in, schatje. Papa houdt je weer voor de gek. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag de laatste dag. We gaan zo naar huis toe rijden. En we hadden echt een topvakantie gehad. Mijn moeder is al weggegaan. Vanochtend zijn we nu met z'n viertjes. We gaan nog heel even zwemmen en dan gaan we naar Amsterdam rijden. Je hebt een hele blauwe lip. Laat het zien. Super blij dat mijn mensen eindelijk ook het potje had even geplast. Want ik was er, werd er echt super onzeker op een gegeven moment over. Want je hoort online, ja, hup, zinnelijk in zoveel dagen, zinnelijk in een week, zinnelijk dit, zinnelijk dat. En iedereen om me heen begon, ja, wanneer wordt hij nou zinnelijk? En als hij naar de basisschool gaat, dan moet hij wel zinnelijk zijn. Ik werd echt super onzeker daarvan, want hij wilde maar niet plassen. Dus ik ben zo blij dat hij eindelijk op het potje geplast heeft. Op een gegeven moment denk je wel van, ja, wanneer gaat hij dan een keer plassen? Of doe ik wat fout of zo dan? Maar ja, uiteindelijk bepalen ze toch een beetje zelf wanneer ze dat willen. Mijn kinderen zijn altijd laat met alles, dus ook met naar het potje gaan. En uiteindelijk moeten ze het toch wel doen. Ja, je kan niet 12 zijn en nog in je broek vissen, dus dan moet ik me niet zo druk door maken. Dan ga je dat zeggen. Ga je dat zeggen. Alle spullen vandaan, voor iedereen uitgepakt, voor iedereen. Wie is er als laatst? Oké, nu is het tijd voor mij om te gaan winnen met dit ding. Oh, wow, 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 ah, vier. Zo, we gaan weer lekker naar huisje toe. We zijn weer thuis. Ik heb net even een maskertje opgedaan. Je ziet het niet heel goed, want mijn huid is een beetje geïrriteerd. En ik heb dus net ook een wasje aangezet. Ik moet de koffers nog uitpakken, maar dat doe ik zo. Ik ga nu eerst even het wasje ophangen. Ik ga nu even lekker mijn masker laten intrekken. Ik lig lekker op bed. Ik ben eigenlijk kapot moe. Goedemorgen. We gaan nu naar loods 5, want ik wil mijn kamer nog een beetje gaan aanpassen. En ik was van plan om nog een keer een roomtour op te gaan nemen, want mijn kamer is nu wel heel erg veranderd. Daarom gaan we even naar loods 5 om naar leuke dingetjes te kijken. Ja, stap maar in, jongens. Met mijn All-Star zo. En ik had deze broek, had ik bij Pull & Bear gekocht. En ik zat te twijfelen, maar toen deed ik hem aan. Toen dacht ik, oh nee, ik moet die echt hebben. Dus ik ben er super, super blij mee. Naar loods 5. En dan ga ik even kijken voor een ronde spiegel. Zo, we zijn bij loods 5, waar zonnetje schijnt. Alleen Memphis is in slaap gevallen. En echt snurkend in slaap gevallen. Kijk, bommen. Ja, ik ook. Manetje. Memphis. Kom, we gaan koekje eten.
Hoe voel je het? Ja, dus dat komt voor je vastgehouden. Hij slaapt alweer. Oh nee. Wow, dat is stoer. Je kan er zelfs een liggen als je wil. Liggen? Ja, dat heeft natuurlijk niet gedaan. Dus, Zo, dit was alweer het einde van mijn video. In mijn volgende video van volgende week laat ik zien wat ik heb gekocht. Want zoals ik al zei, ik ga nog een roomtour opnemen omdat ik mijn kamer best wel heb veranderd. Wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, ik had 2 weken vrijgenomen van YouTube sowieso. Omdat het vakantie was en ik wat meer tijd met de jongens wilde besteden. Wat meer ben gaan mediteren en wat lezen. Dus ik had echt even tijd voor mezelf genomen. Maar vanaf nu ben ik gewoon weer on the line. Dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven. Dat doe je door hieronder te klikken. En dan zie ik jullie volgende week. Dus vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte wanneer ik weer een nieuwe mama vlog upload. Ik doe het in een song. Doei doeg!